En een 32-jarige man uit Zwamen is om het leven gekomen na een verkeersongeval in die plaats. De man reed zondagmiddag op een motor over De Kolk in Zwamen en kwam door nog onbekende oorzaak in een vuurtuin terecht. De motorier raakte ernstig gewond. De hulpdiensten waren dan ook massaal ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Bij de hulpverlening werd ook een traumahelikopter ingezet. Die landde even verderop in de straat. Het kruispunt van De Kolk en de Meander in Zwamen, waar het ongeval gebeurde, ligt midden in een woonwijk. De plek van het ongeval werd door de politie ruim afgezet. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maandag maakte de politie bekend dat de man door aan zijn verwondingen was bezweken. De politie heeft ter plaatse technisch onderzoek verricht om te achterhalen wat er toen precies is gebeurd. Voor zover bekend waren er geen andere weggebroekers bij het ongeval betrokken. Het onderzoek van de politie moet dat echter nog verder uitwijzen. Het dramatische ongeval heeft veel indruk gemaakt op de inwoners van de woonwijk in Zwamen, waar het ongeval zondag rond 2:30 gebeurde.